samen knuffelen. Hè? Hele goede zaterdagmorgen. Het is nog heel vroeg en wij zijn al een uur wakker. Nou, was ik uit mezelf om 5 uur al wakker. Anne Vera is iets minder vrijwillig wakker geworden. Want deze meneer, jullie mogen even raden wie het is. Die had bedacht dat het wel leuk was om om 5 uur of nou 4:15 wakker te worden. Ja, hè? En we denken omdat die 4 hoektandjes tegelijk krijgt, dat dat de oorzaak is. Maar ze hebben net ook 5 broodjes naar binnen geschoven met z'n tweeën, dus... Nou ja, bro, dit zijn dan de restanten. Ja, wil je jezelf zien? Echt? Ja. Boei. Ja, wie is dat? Dit. Is dat broertje? Dan. Ja. Dan. Nou, en buiten waait het ontzettend. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Ja. Even naar het raam lopen, kijk. Het waait hartstikke hard. Henry is al weg, die is aan het vissen. Kijk, daar hebben we de mama die nog het liefst even een uurtje langer had willen slapen. Het was gewoon heel vroeg, hè? Ja, 5 uur. Ja. Maar dit is de facilities. Kijk, samen zijn we aan het editen. We zijn de video van donderdag aan het editen. En dat vindt hij heel leuk om te kijken. Ja, en hij gaat nu even zwaaien. Ga je zwaaien? Goedemorgen. Ga je naar jezelf zwaaien of naar mama? Zag je mama? Nou, we gaan gauw weer verder editen. Samen knuffelen, hè? Oh jee, Ligretto stop. Dat betekent dat we de film bijna afgeëdit hebben. Ik ben bijna klaar. Ik hoef er nog een 3 seconden. Ja. Oké, nou ik heb nog heel veel. Wij gaan nog even verder en we zijn een beetje allemaal rustig aan het wakker worden. Deborah is inmiddels ook beneden. Die krijgt een mooie vlecht in haar haar. Ben je te zien? Ja, nu wel. Ja, ze tellen dubbel. Ja, 18. En de rest slaapt gewoon nog heel verstandig om 19:30. En dan krijg je wat je hebt alleen. Wie is dat? We weten nog niet wat ze gaan doen. Ja, daar. Wie is daar op het beeld? Dus, kijk, wie is daar? Oh, wat is het kaartje daar? Ja, we gaan even iets terug. Dan ik heb even dat je bent wie is dat? Gegaloppeerd en de was af. Mama. Mama. Hè? Mama. Ja, mama. Hè? Dit kan niet. Hij zit nu te kijken van mama naar de tv. Naar mama. Ja! Yeah. We weten nog niet wat we gaan doen. Nou, hoe kan dat nu? Hoe krijg je een peuter, Dreumers, van 1,5 blauw? Je zet een laptop neer met auto's erop. Auto. Auto, hè? Gaan we nu kijken? Een witte auto. Een rode auto. Oh, 2 auto's. Nog een zwarte auto. Die is mooi. Oh, nog een auto. Hij gaat er verkleiden. Ik heb de video aangezet. Auto. Ja. Auto. 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 Ja, ja, er komt al een nieuwe. Momentje. Auto. 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 Je hebt oogjes. Oké, kijk. Ga dan. De Bas hier Adriaan auto. En het mondje gaat open. En nu. Auto. Ja, auto met oogjes, hè? Auto. Auto. Ik hoop dat ik hier nog wel even zit met auto's kijken. Auto. Dan toch auto's kijken, kunnen we gelijk ook maar beter even een goede auto kijken. Dat is namelijk die van Max Verstappen. Kijk, dat is de auto van Max. Is die mooi, de auto van Max? Kijk. Auto. Auto.
Volgens mij vindt hij de auto van Max wel mooi. Auto! Oh, is die mooi? Nee. Auto! Hij is erbij gaan staan. Auto! 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 We gaan wandelen. En toen ik zei wandelen, toen had ik ineens twee jongetjes aan een handje. Ook een hamsterkind. Ja. Nee, niet aan de hamsterkooi. Zo. We gaan lekker naar buiten. Nu is het nog droog. Goed zo. Naar buiten. Ja. Ja, bal. Ga je voetballen? Nou, goed zo. Goed aan het voetballen. Nou, ja, ik wou zeggen, ik kom iets te kort. Buiten! De kracht heel hard! Ja? Ik hoop dat ik aan het eind van de dag nog vingers heb. Ze worden een beetje blauw. Ja, buiten! Kom maar! Leuk, het waait een beetje, heel klein beetje maar. En het is koud, hè? Heel koud. Ja, kijk. Oei, ja. Ja, en raad eens wat we aan het spelen zijn. Moeilijk, wat zou het zijn? Ja, Ligretto. En ja, ik sta keurig onderaan. Maar ik heb ook pluspunten deze keer, dus het zit er end in. Nou, na 3 uur Ligretto ben ik tweede geworden. Leuk, het is echt een super tof spel. Ik ga het zelf ook even kopen. Nu gaan we wandelen, maar het gaat regenen, dus ik kan jullie niet meenemen. Kijk, weet je, als wij nat worden is het niet zo erg. Maar als de camera nat wordt, dan gaat hij gewoon stuk. Dus ik neem hem niet mee. Daar wordt druk geoefend met kruipen. Nou ja, dat kan niet heel goed. Maar we kunnen ook lopen inmiddels, hè. Nog niet helemaal zelf. Maar we zijn druk bezig om het te leren. Kijk, staat hij weer los. Maar hij doet elke keer losstaan en dan roept hij boem. En dan gaat hij zitten en dan zegt hij auw. Maar het is dus niet het geval. Hij kan prima lopen. Nou ja, wij gaan lekker samen met de buurvrouw en haar dochter lekker een rondje wandelen. En ondertussen staat de kip in de airfryer ook klaar voor vanavond. Lekker weer salade erbij of broccoli, want dat is er vandaag. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Oh ja, mocht je afvragen, waar zijn die meiden dan? Nou, die zijn gezellig een dagje naar opa en oma. Dus dat is super tof dat die lekker met z'n drietjes daar kunnen zijn. En nou ja, we hebben dus alleen de jongetjes. Dat is ook wel een keer heel erg lekker. En dan merk je gelijk dat dat dus heel anders is met 2 kleintjes dan met 5 kleintjes. Zo, wat een woeiwaai. Ik ga proberen hierna wat beelden te plakken van de zand wat voorbij kwam mij. Wij gaan nu eerst zo onze monden spoelen. Het is 4:20 en we hebben... Ik moet even kijken naar de afstand, want ik had hier in huis wel geteld 900 meter gelopen al. Dit is met mijn telefoon gefilmd, dat donkere daar, dat zijn geen donkere wolken, dat is gewoon stof. Het is echt heel bizar hier. We gaan even spieken hoor. We hebben 6 kilometer gelopen. Het was heerlijk in de wind, echt lekker. Niet waar Anne Vere? Ja, heerlijk. Is echt lekker, hè? Lekker uitgewaaid. Lekker uitgewaaid. Zijn we wel een beetje verkouden? Koekje eten. Ja, wij zijn altijd snot verkouden. Heb je lekker koekje? Nee, nee. Ja, oh, lekker koekje. Heb jij ook een koekje? Nee. Nee. Ja. Heb je ook een koekje? Nee. Nee. Ja, oh, je gaat kleuren, hè? We gaan de kleuren oefenen. Ja. Zwaaien. Half 2 hier. Nee. Jana en... Ga je ineens zelf zwaaien? Ik ga. Dat ben jij, hè? Kijk. Kijk, hè? Kijk. Ik ga. Zo, de meiden zijn weer thuis. De heren liggen inmiddels in bed.
We hebben lekker gegeten, gegrilde kip met sla. En er was nog aardappelpuree voor wie dat wilde. Maar die jongens kunnen kip kluiven, zeg. Zo. Echt knap. Complete kippenpoten verdwenen. Botjes kregen we keurig weer terug. Maar de rest, poetsie. Echt alles, hè? Ja, echt alles. Ja, nou, nu is Anne Vera de aftermath aan het klaarmaken voor de vaatwasser. Yes. En we hebben de tafel alweer netjes. Zo ga ik even het speelgoed hier opruimen. En dan kan er gedweld worden. Nou, net de kwalificatie gekeken en helaas, Max had pech doordat die haas tegen de muur knalde. 11e. Nou ja, dat is niet wat we van Max gewend zijn, maar dat hoort erbij. Ik liet wel even een bepaald gevoort vallen. Maar, nou, de laatste was opgevouwen en nu gaan wij ook lekker even zitten. En even wat knabbelen, juist. Ik heb ook nog nootjes. Oh, lekker. Gaan we ook doen. Dus we gaan even lekker zitten, lekker knabbelen en wat drinken. Want we hebben Anne Vera heeft warme chocolademelk en ik heb lekkere thee. Dus ja, net ben ik trouwens nog even op de thee geweest bij Gea. Was heel gezellig, even lekker gekletst. Een paar hokjes thee gedaan. Dus ja, nou nu is vanavond maar op tijd naar bed. Want ik had vannacht 4 uur en 37 minuten geslapen. Ja, we gaan nog gewoon 10 uur. Ja, we gaan om 10 uur plat. Ja, ja, lijkt me een goed idee. Voordat we dan slapen en zo. Ja. Ja. Maar goed, dat is nu nog over 50 minuten. Dus we kunnen nog 50 minuten op de bank hangen. We gaan nog even chillen. Zo, wij gaan naar bed. We zijn moe. Welterusten. Welterusten, ja, inderdaad. Ik ga ook lekker slapen. Morgen gaat deze vlog verder. Dus dan zie je nog een klein stukje van hier. En dan ga ik naar huis. Jullie zien morgen dus een andere video. Want dit is gewoon... Nou ja, als je heel even wacht, gaat hij zo verder. Dus tot straks. Goedemorgen. Ja, verkouden. Heel verkouden. Anne Vera en ik doen een wedstrijd wie het verkoudste is. Zij wint voorlopig. Maar we gaan zo even ontbijten. De croissantjes van de hondjes, die staan in de oven. En er komen lekker gekookte eitjes uit. Lekker. En we hadden een hele gezellige nacht. Ja. Want, kregen, de kindjes krijgen vier tandjes tegelijk. Per kind dan, hè? Als je bij ons slaapt, is het gelijk dicht. Dus dat was... En Deborah die heeft lekker gesnurkt. En de meiden hebben helemaal niks gehoord, dus dat was leuk. En wij gaan nu zo ontbijten. Lijkt me een goed plan. We zijn helemaal dik. Nou, de dames hebben allemaal vlechtjes vandaag door mij gemaakt. Of twee vlechtjes of één vlechtje. En ik heb bij mezelf zo'n gedraaide vlecht gemaakt. Ga ik de meiden even naar de kerk brengen. Henry is daar al heen. Anne Vera blijft thuis met de jongens. En ik kom weer terug naar Anne Vera, want dat vind ik gezelliger. En de kerk kan ik ook op een ander moment heen, als ik daar behoefte aan heb. En op dit moment denk ik van, ik vind het leuk om eventjes bij Anne Vera te zijn. Dus de laatste dag, tenslotte alweer. Ik loop heel even naar Anne Vera om te zeggen dat ik die meiden weg ga brengen. Die neem ik even mee. Dus komt goed. Tot straks zie ik jullie weer terug. Ik ga bijna weg en ze gaan even mijn koffer naar de auto brengen, hebben ze bedacht. Moet ik hem even over de drempel tillen? Ja. Ja, oké. Okay. Ga ik dat even doen. Ik denk dat jouw voetje misschien een beetje gekroest is. En dat doe je even fijn en dan lekker. In de auto. Nee. Maar ik ga nog niet weg. Ga even wat drinken. Goed? Mag ik nog? Nou, inmiddels mooi opgeschoten. Ik sta in, op de rand van de Afsluitdijk bij Kornwende Zand in te wachten tot de auto's weer mogen gaan rijden. Maar ik denk dat het nog wel even duurt. Ik sta nog wel 200 meter van de brug af al. Dus ik ga maar zo eens even mijn motor uitzetten en dan even rustig stilstaan. Nou, ondertussen ben ik gezellig aan het bellen met Valerie. Dat is wel fijn, want dan heb ik een beetje afleiding in de zin van... ja, gewoon even lekker kletsen in plaats van radio. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, het waren supergezellige dagen. Ik ben na vannacht alleen best wel moe. Niet heel gek. Maar ja, we gaan het gauw weer doen. Zomervakantie, want dan ga ik sowieso... was dat al het plan om op te gaan passen bij jullie. Bij hun. En dat ga ik dus maar weer een paar dagen gaan we ervan maken. Gaan we gewoon gezellig samen met elkaar. Daar heb ik zin in. Goed.
Ik zie nu mensen in een auto stappen of in een busje, want dat staat hier. Dus ik denk dat we zo gaan rijden. Ja, brug nummer 2, ook open. Daar is dame. Kijk dan. Nou ja, daar hangen wat donkere wolkjes. Daar word ik niet zo happy van. Er komt nu een auto voorbij. Maar nou ja, ik ben bijna dus aan de andere kant. Het is inmiddels 4:50. Dus ik schiet lekker op. Nog een 3 kwartier ongeveer, dan ben ik thuis. 40 minuutjes. Maar nou ja, we staan weer te wachten. Nou, ik ben weer thuis. Oh, wacht even. Ik ga eens even wat gordijnen open doen. De zon scheen net heel veel naar binnen. En de jongens wilden eventjes op tv kijken. Ze waren nou ja, het game eigenlijk. De jongens, zeggen Valerie en de jongens. Ik ga zo een unboxing opnemen van 4 dingen. 2 Ali-pakketjes en deze dingen. Want die kregen wij. We kochten er 1. Tenminste, we verzamelden er 1 bij elkaar. En we kregen die erbij. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Ik heb hem alleen even opengemaakt. Verder weet ik het nog niet. Dus die ga ik zo even opnemen. Dus ik ga even mijn statief zoeken en zo. En dan kan ik het filmen. Ik ben toch al een beetje moe, geloof ik. Na 4 dagen met 5 kids. 2 volwassenen. Eigenlijk en mijn 3. Zelf natuurlijk ook. Dat is ja. Maar de race was ja. Jammer van de beslissing van de stewards. Ik zou ook niet geweten hebben als ik vet al was waar ik heen zou moeten. Het is een split second beslissing. Je gaat ook niet jezelf in de muur rijden. Dus nou ja, goed. Max netjes 5e. Ja, had gewoon. Ja, meer zat er denk ik niet in. Het was gewoon zo. Ik heb weer mijn tuniekjes uit de kast getrokken. Met een legging eronder kan ik die inmiddels weer aan. Ik heb het nu best wel koud. En nou, jullie gaan nog in een unboxing zien wat er nu op mijn pols zit. Maar, die zien jullie morgen. Ja, moet eens even denken. Want dit is dus een weekendvlog. Dit is van zaterdag en zondag. En ik zie morgen komt er dus een unboxing online. Is even weer wat anders. Ik ga nu in elk geval lekker mijn schone bedje in. Want dat heb ik nog lekker even verschoond. Voordat ik dat ga doen, hang ik nog even de was op. En gooi ik nog even wat was in de droger. En dan zie ik jullie morgen weer. Hele fijne dag. En kijk je dit 's morgens. En kijk je dit nou 's avonds, dan slaap lekker. Oh ja, en voor ik het vergeet, dankjewel voor het kijken. En alle nieuwe abonnees, super welkom. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Inmiddels staat de teller op 913. Nog 87 te gaan, toch? Ja, 87 te gaan. En dan komen er grote plannen uit de kast. Dus hou het in de gaten. Doeg, tot morgen!